paar jaar geleden werkte ik voor ANWB Autokampioen. Er werd ons altijd verweten dat we veel te positief schreven over Duitse merken. En vooral over Volkswagen, Volkswagen Golf. We hadden ook wel een beetje de schijn tegen. Want de wegenwacht die reed in Volkswagen Golfs. Maar nu tegenwoordig zit ik bij de Consumentenbond. En daar kan ik volledig onafhankelijk en advertentievrij meldingen doen. Let op de melding. Die Volkswagen Golf is een ontstellend goede auto. Want dat kwam gewoon toen al uit de test. En dat komt nou nog steeds uit de test. Maar de betrouwbaarheid van die oude Golf, die viel niet echt mee. Op zijn rapport scoort hij maar een 6,2. En dat is echt gewoon middelmatig voor zijn klasse. We zitten nu in de Golf 7, de opvolger. En ik ga nu weer zeggen, joh, die nieuwe Golf 7 is een ontstellend goede auto. Maar ik hoop wel dat zijn betrouwbaarheid, dat ze er wel iets aan hebben gedaan. Aan de buitenkant is de Golf niet echt veranderd ten opzichte van de Golf 6. Maar er zijn wel wat meer scherpe lijnen ingekomen. Dat zie je vooral hier op de motorkap, bij de koplampen en bij de achterlichten. Heel kenmerkend voor de Golf is die dikke C-stel. Dat is de stel tussen de achterramen en de achterruit. Die is weer heel dik gebleven. Dat is natuurlijk niet zo goed voor het uitzicht rondom. Het enige wat ze nu wel hebben aangepast is dat er nu een extra zijruitje hier voor de spiegel is gekomen. En als je echt wil weten of er nog meer obstakels rondom de auto zitten, bestel dan parkeersensor erbij. Dan heb je ze niet alleen in de voorbumper en de achterbumper, maar zelfs in de zijkant. We rijden nu een paar uur met de nieuwe Golf 7 rond. En wat valt er op? Het is net zo'n strak sturende auto als de Golf 6 geworden. Compliment aan Volkswagen. En in de nieuwe Golf 7 zijn er ook nog twee systemen die eraan bijdragen. Dat zijn de variabele stuurbekrachtiging. Hoe werkt dat nou? Bij lage snelheid, bijvoorbeeld in stadsverkeer, hoef je maar heel weinig aan je stuur te draaien en heb je een grote stuuruitslag. En het effect neemt je juist af op het snelweg, want dan heb je dat niet meer nodig. En het tweede systeem is een sperdifferentieel. Dat heeft elke Golf tegenwoordig standaard. Het sperdifferentieel zorgt ervoor dat altijd kracht naar beide voorwielen gaat. Want bij een normaal differentieel bestaat er de kans, zeker in een snel genomen bocht, dat een van die wielen gaat doorslippen. Net zoals elke nieuwe auto die tegenwoordig geïntroduceerd wordt, is de Golf weer volgehangen met een waslijst aan elektronische veiligheidssystemen. Nou, we kunnen ze allemaal noemen, maar er zit Adaptive Cruise Control, kan je krijgen, Lane Assist, Emergency City Braking, verkeersbordherkenning, dus dat je in je dashboard ziet hoe hard je daar mag rijden, want dat heeft die camera gezien. Maar er zit een echt nieuwe bij en dat is Multi-Collision Braking. Dat is een systeem dat de rem vasthoudt op het moment dat je een ongeluk hebt gehad. Want wat wij namelijk schijnen te doen, op het moment dat je een ongeluk krijgt, dan laat je de rem los. En dan is dus de kans dat je een tweede aanrijding gaat krijgen. Dit systeem voorkomt dat. Het dashboard is wel compleet anders als in de oude Golf, want het is tegenwoordig echt naar de bestuurder toegebogen. En hier in het midden heb je altijd een multimedia scherm. En dat kan vanaf een 5 inch, dus 12,5 centimeter, tot zelfs 8 inch groot, 20 centimeter in doorsnee. En het hele speciale aan die duurdere scherm is, het zijn allemaal touchscreens, maar deze heeft iets extra leuks. Dat is namelijk een, ja, de Nederlandse term weet ik niet, maar een soort dichtbijheidssensor. Want als je met je vinger naartoe gaat, dan weet je al van, hey, er komt een bedienende vinger aan. De belangrijkste maatwijzigingen zijn, hij is in totaal 6 centimeter langer geworden. Een centimeter breder, maar wel 3 centimeter lager. Voorin zit je dan als een vorst. En achterin, de ruimte is hier gewoon voorbeeldig voor zijn klasse. Nog een belangrijke die je van buiten niet ziet, hij is gigantisch afgevallen. In totaliteit meer dan 100 kilogram. Dat is vooral bereikt door de motor, het onderstel en de carrosserie die allemaal tientallen kilo's licht zijn geworden. Onder de motorkap zitten in grote lijnen dezelfde motoren als wat ook in de Golf 6 had. Maar natuurlijk het modewoord is zuinigheid. Ze zijn allemaal een stuk zuiniger geworden. De versie waar we nu in zitten die heeft iets heel speciaals ervoor. Dat zijn we met de 1,4 liter TSI motor met cilinderuitschakeling. Wat houdt dat dan in? Dat als je het volle vermogen nodig hebt, dan draait het natuurlijk op alle vier de cilinders. Maar als je dat vermogen niet nodig hebt, dan schakelt hij gewoon twee cilinders uit en dan rij je eigenlijk met een soort twee cilindertje. En dat is allemaal voor de zuinigheid.
Bij de benzineversie is er ook een 1.2 TSI met een keuze 85 of 105 pk. En de dieselaars kunnen kiezen tussen een 1.6 TDI met 105 pk of een lekkere dikke diesel, de 2 liter TDI met 150 pk. Maar als je extra zuinig wil zijn, dan kan je ook kiezen voor de 1.6 TDI Blue Motion. Daar zitten dan extra veel systemen voor de zuinigheid opgebouwd. En die auto rijdt volgens de fabrikant dus echt 1 op 30. Dat betekent dat hij voor de zakelijke rijder 14% te rijden is, terwijl de rest is allemaal 20% te rijden. En dat geldt dan voor alle versies met handbak en met automaat. Want die automaat is gewoon net zo zuinig als de handbak. Wil je de Golf in het echt gezien? Begin november staat in de showroom. En op speciale versies zoals een elektrische Golf of een plug-in hybride moet je wachten tot 2013-2014. De prijzen blijven gelukkig gelijk. Dus vanaf 18.650 heb je al een 1.2 TSI met 50 pk. We adviseren er wel om er €500 extra bij te leggen. Dan krijg je de Comfortline. Wat zit er namelijk in? Pre-crash. Dat is een systeem dat als een aanrijding niet meer te vermijden is, trekt hij de gordels extra aan en doet hij de ramen omhoog.